Hoi, in Leren Fotograferen leg ik je stap voor stap uit hoe je alles uit je camera kunt halen. Elke aflevering leg ik een ander aspect van je camera uit en hoe je dit door juist in te stellen de mooiste beelden kunt schieten. In deze aflevering gaan we het hebben over sluitertijd. Sluitertijd, het woord zegt het eigenlijk al. Het is de tijd dat je sluiter open staat. En terwijl je sluiter open staat, valt er licht op je sensor. De sluitertijd bepaalt dus licht, maar het doet niet alleen dat. De sluitertijd bepaalt ook of je foto bewogen of bevroren is. De sluitertijd kun je instellen door je camera in S, M of P stand te zetten. De sluitertijd manueel of program. En afhankelijk van je camera draai je aan de tandwielen om je sluitertijd aan te kunnen passen. De tijdstuur van je sluitertijd wordt aangegeven in delen van een seconde. Bijvoorbeeld 1/1000. En dat staat dan voor een duizendste van een seconde. Dit is een relatief snelle sluitertijd. Dat betekent dat je sluiter maar heel even open staat en dus ook maar heel even licht op je sensor kan vallen. En dit zorgt er dus voor dat je onderwerp, als het beweegt, scherp in beeld is. Als je fotografeert met een lange sluitertijd, bijvoorbeeld 1/2, wat staat voor een halve seconde, dan zorgt het ervoor dat je sluiter lang open staat en dus een langere tijd licht op je sensor kan vallen. En hierdoor wordt het onderwerp dat je fotografeert, mits het beweegt, bewogen. Als je een onderwerp fotografeert dat helemaal stil staat, dan kun je een zo lang mogelijke sluitertijd gebruiken en dan zal het niet beïnvloeden of je een bevroren of een bewogen foto hebt. Wil je nou altijd een scherpe foto maken, dan is er een heel handig ezelsbruggetje. Zorg dat je sluitertijd altijd gelijk aan of sneller is dan de brandpuntsafstand van je lens. Schiet je bijvoorbeeld met een 50 mm lens, pas dan je sluitertijd op zijn minst aan naar 1/50ste. En schiet je met een 300 mm lens, zorg dan dat je je sluitertijd aanpast naar 1/300ste enzovoorts. Wil je nou meer weten over brandpuntsafstanden? Dan hebben we daar ook een video over gemaakt. Klik dan hier om hem te bekijken. Kies je sluitertijd altijd met een bepaalde reden. Wat voor licht heb je aanwezig op de locatie dat je fotografeert? Beweegt je onderwerp of staat het stil? Fotografeer je met een statief of uit de hand? En heel erg belangrijk, welk effect wil je creëren? Als je dit allemaal bepaald hebt, dan ben je nu helemaal klaar om te gaan experimenteren. Experimenteren met je sluitertijd is misschien nog wel het leukste. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door langsrijdende auto's te gaan fotograferen. Als je sluitertijd lang open staat, dan zal die namelijk de lichtbron ook helemaal vangen, waardoor je sporen van licht op je foto krijgt, wat een heel erg cool effect kan creëren. Wil je nou meer weten over fotografie? Abonneer dan op ons kanaal. En heb je vragen of onderwerpen die je graag wil dat wij behandelen? Laat het dan weten in de comments. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer.